Harry Reugeling, voorzitter van de Week van de Nederlandse Bier. De tweede editie is zojuist begonnen. Allereerst even naar de aftrap. Tevreden over het formele begin? Ja, we hebben een prachtige eerste festivaldag gehad. Met zelfs een zonnetje. En vanmorgen hadden we wat regen. De zon breekt nu weer door. Kortom, een fantastisch festival. 34 brouwerijen. Prachtige bieren geproefd. Kortom, ja, een hele goede kick-off. Even samengevat uit de mond van een zeer respectabel bierman vanuit Nederland. Waarom deze tweede week van Nederlands bier? Nou, je ziet dat we in Nederland een groeiende en bloeiende biercultuur hebben die eigenlijk nog behoorlijk onbekend is. Heel veel kleine brouwerijen waar mensen nooit van gehoord hebben. En dat willen we onder de aandacht brengen. Ga eens proeven, ontdek wat voor prachtige bieren er in Nederland gemaakt worden. Met name in de horeca. Als ik naar een café ga, maar al te vaak als ik een biertje bestel, krijg ik een pils voorgesteld. Prima, heerlijk bier. Maar als ik een wijntje bestel, is in ieder geval de vraag rood of wit. Als ik een koffie vraag, cappuccino, espresso, latte macchiato. Bier is dé alcoholhoudende drank van Nederland. Waarom dan niet de vraag, wilt u een blond of een donker? Wilt u een doorslessend of een degustatiebier? Mensen realiseren wat voor mooie cultuur we hebben. En daar is nog marge op te maken ook. Nederlandse bierconsumptie daalt al een aantal jaren. Speciaal bieren lijken daarin een beetje de uitzondering. Denkt u te weten waardoor dat is? Nou, je ziet dat we meer diverser gaan drinken. Meer op zoek zijn naar bieren uit de eigen regio. Meer willen ontdekken en meer willen proeven. Kortom, het volume wordt misschien minder. We drinken misschien minder. Maar we drinken wel bewuster. Mooi bruggetje naar het congres van vrijdag 24 mei, georganiseerd door bierconsumentenvereniging Pint, Bewust Bier. Hoe belangrijk is het om dit soort thema's onder de aandacht te brengen dan wel te houden? Nou, bier is natuurlijk fantastisch, daar kun je echt van genieten. Maar iedereen weet, je kunt er ook te veel van drinken. En dat is wel goed dat je dat constant onder de aandacht brengt. Hoewel deze week staat echt in het kader van het genieten. Een van de thema's die we ook uitdragen. Het gaat om genieten, niet gieten. Kortom, kleine slokjes, proef, ontdek en geniet ervan. Die scheidslijn tussen genieten en gieten is echter wel dun. Als je daar overheen gaat, dan inderdaad wat u zegt, dan ga je niet meer bezig met waarvoor in jullie ogen bier bedoeld is. Ligt er volgens u te veel nadruk op de negatieve kanten van het gebruik van alcohol? Nou, soms wel. Je ziet dat er weer een dreigende accijnsverhoging aankomt. Weer 14% erbij. Dus sinds 2000 is het accijns met meer dan 50% gestegen als het niet meer is. En dat wordt gedaan onder het mom van, ja luister, we gaan het overmatig alcoholgebruik tegen. Ja, dat is natuurlijk heel gek. Want wat er gebeurt is dat de consument gewoon over de grens gaat. En dat we de eigen Nederlandse horeca en bierindustrie een loer draaien. Wat je ziet is dat bier wordt zo duur door die accijns. Dat mensen op een gegeven moment naar België vluchten of naar Duitsland om daar hun boodschappen te doen. Dan blijven ze daar ook nog even in het café zitten. Dus het doet veel meer pijn dan alleen het minder verkoop van bier. En dan speelt ook nog de discussie met de grote brouwers. Met name gestart vanuit de Koninklijke Horeca Nederland. De continue kritiek op de kartelvorming en prijsafspraken. En waardoor het bier steeds duurder wordt. Hoe staan jullie daarin? Nou, als Week van het Nederlands Bier hebben we het echt over de biercultuur en de positieve kanten van bier. En hebben we over dit thema geen mening. Je moet zien, deze week wordt georganiseerd niet alleen door bierproducenten, maar ook door de horeca. Ook door slijters en zelfs door consumenten. Kortom, het is de hele branche die samenwerkt om juist het mooie verhaal te vertellen. En natuurlijk, waar twee partijen zaken doen, is af en toe frictie. Dat kan, dat moet ook. Maar dat is juist wat we buiten deze week laten. Wil ik hem toch aan u vragen, als persoonlijk als bierdeskundige. Laat ik het dan zo stellen, is dit schadelijk voor het imago? Nou, ik vind het altijd negatief als mensen via de media rollenbollend over straat gaan. Ik denk dat je veel beter met elkaar kunt praten. Ik merk ook wel in de horeca, en daar mag best wel wat meer aandacht voor zijn, dat het opleidingsniveau heel laag is. Weer dat verhaal wat ik net zei, je vraagt een bier en er wordt niet doorgevraagd, bij een wijn wel. Dat komt voor een deel, en de goede niet te nagesproken, de kennis bij de horeca wel heel laag ligt. En daar mag ook wel eens naar gekeken worden. Waarom moeten de ondernemers de laatste week van mei absoluut naar het Spuiplein in Den Haag komen? Om te ontdekken wat voor prachtige bieren er zijn. Maar eigenlijk heb ik nog een andere tip. Die Week van het Nederlands Bier is een platform. Een platform waarbij je je eigen initiatieven kunt ontplooien. Wij bieden de publiciteit.
Wij bieden ook de website met alle activiteiten. Dus kijk en verzin iets zelf. Je hebt bijvoorbeeld een café dat doet een blindproeverij van pils. Ga maar raden. Een andere doet een IPA-proeverij. De volgende doet een bier- en chocoladeproeverij. Bier en kaas heb ik al gezien. Ik heb ook al gehoord een café dat doet een rondje Nederlands. Op iedere kraan een ander bier uit Nederland. En als je dat in een week, dus iedere dag één bier, dan heel Nederland hebt, Dan krijg je een paspoortje of zoiets. Nou, dat soort activiteiten, gebruik je creativiteit. Zorg dat de mensen bij jou in het café komen of in het restaurant. Want bier aan tafel is een prachtige combinatie. En gebruik het platform dat wij creëren met de Week van het Nederlands Bier. U zei het net al, bier aan tafel is een prachtig middel. De topgastronomie, culinaire topgastronomie, wordt actiever met bier. Beluga in Maastricht werkt met eigen bier. Recent Shell Bleu in het Okura Hotel in Amsterdam. Zijn dat dingen die u deugd doen? Ja, ik vind dat fantastisch. Ik heb toevallig net met Shell Bleu een interview gedaan over de totstandkoming van hun eigen bier. En het is zo'n feest om mensen die zoveel weten van smaak en daar zo gepassioneerd mee bezig zijn, samen met een brouwer te zien werken om daar echt een topproduct uit te maken. Ja, dat, mooier dan dat wordt het bijna niet.